Yo, kijkers van Bomber Games. En dit is weer iets ouderwets. Of Bomber Games. Oh, dat is niet de bedoeling. Een custom map. Ik zal even buiten gaan. Een hele lange tijd geleden, dat was ook op Bomber Gaming, hadden wij een custom map. En die ging ik bouwen, in principe gewoon in de serie. En daar hadden we een stuk of, ik denk totaal 30 video's van. Ja, wel rond 30 video's. En daarna ben ik ermee gestopt, omdat ik er toen geen motivatie eigenlijk meer in zag om dat te doen. Dus ik dacht, ik ga nieuw beginnen. Want dat is eigenlijk wel mijn serie altijd. Sorry. En daarom ben ik alvast begonnen met een beetje de basic, het begin. En nu ga ik proberen met jullie een zo lang mogelijke custom map te maken die jullie aan het einde kunnen downloaden. Ik ben begonnen met een beetje een stijl, ik kan het ook altijd veranderen, ik vond het wel grappig. Oké, welkom bij de custom map van het YouTube kanaal Bomber Games. Gemaakt dus met raar regels, niet grief, niet cheaten, geen x-ray, 4, have fun. En deze ga ik een beetje met de nieuwe, het is in 1.7, trouwens, of 1.7.2. En ik ga dit gewoon proberen met command blocks, maar ook gewoon nog een beetje met de ouderwetse redstone. Dus als je hier komt, op hier, deze omlaag, gaat die omhoog, maar kan niet meer terug. En dan begin je hier met, en dan geeft hij aan, hier, kijk, ik weet niet of je mij ziet, spring over het blok boven het water, maar hij is even gebukt, je moet even debuggen, zo, en daar staat trouwens, mode easy, en dan moet je hier springen, oh, shit, en dan zegt hij niet even maps. Oké, ja, het is daar, want ik heb het al vaak gedaan. Dan loop je hier door. Dan staat hier zo goed gedaan. Loop maar verder. Dan gaan we verder. Dan ben je tweede aan. En een mode easy. Oké. En dan staat hier. Schiet eerst op de doelrings. Giving een boog. En 20 arrows. Dan krijg je een boog. En dan moet je gaan schieten. Dit is simpel. Oh, die is gefaald. Tuntun. Ga door. Loop naar rechts. Oh, dit had ik gedaan. Oké. En dan moet je even een goede zoeken. Zo, deze, die en die. Goed gedaan. En dan word je hier verder getapeet. Dan heb je dit stuk al gehad, ik denk een beetje het begin. En ik word ook weer lekker die grote dingen gaan maken die ik in de oude serie deed. En de episodes zullen aardig lang worden. Oké, die moet gaan op een gegeven moment weg. Nu word je zien toe getapeet. En nu ga ik verder. Dus het is een basic van zo. Ja, deze. De grond doen, zo. De muur. Glowstone. Yellow steen clay. Tot daar. Deze hier. Deze hier. En deze weer hier. Oh, ja. En dan heb je weer eigenlijk van een stukje af. Ik ben hier vergeten. Ja. Maar jullie kunnen ook in de reacties achtermaken wat ik moet gaan bouwen. Want dan zou ik misschien zetten bij die bordjes. Even kijken. Is dat hier zo? Zet ik hier dan de naam bij en ik krijg weer een boog met arrows. Oké, dan gaan we weer verder. Ik denk dat ik even hier de hoek om ga en dat ik hier verder ga. Het is gewoon een stukje land. En hier zie je al de command box als jullie het erin weten. Ik ga even hier beginnen. Dit is gewoon ouderwets. Dit. En dan is het hier zo. Een item op een bedrock kan ook alles anders zijn. Ik kan ook met een boog doen of met arrows. Dan gaat hij geeft hij een signaal af. Die powert deze repeater. En die doet test voor. Die zoekt voor prayers. En dan allemaal. En dan range is 5. Dat is 5 brokken. Dat is dan 1, 2, 3, 4, 5. Of zo. En zo allemaal. Dus nu geeft hij power door. Omdat hij een ik erin ben. En dan ga ik verder weg. En dan gaat hij weer uit. En dan gaat die weer omhoog. Dan komt niks erbij. Dan gaan die weer omlaag. En die test hiervoor. En je zet dan hier game mode. Er zit nu een spatie extra tussen. Oh nee. Dus spatie. Ik heb er 0 vergeten. Zodat die niet voor het geval dat je in game mode begint. Dat je dan die game mode uitgeschakeld wordt. En hier nog peaceful. Maar dat is gewoon logisch. En die kan je ook weer omswitchen. Dat gaat ook gebeuren. Maar verder krijg je dan het signaal. Die gaat hier door naar de repeaters. Die
this power, zou ik maar zeggen. Die krijgt deze power en dan daardoor gaan deze uit. En dan gaat die omlaag en dan kan je doorlopen. En dan hier heb je weer hetzelfde. Hier is een hoppertje ding. Test voor command. En dan een range 7. Omdat het er na is of zo. Omdat je moet zeggen. En dan staat hier hertel het A. Het kan ook helemaal via JSON codes. Maar die snap ik niet helemaal. En dan kan je het ook zorgen dat die niet als je weer terugloopt. Dat je het dan ook niet hoort. Dat het gewoon zo is. Je hoort hem. Oh nee, je moet weer binnenlopen natuurlijk. Dan dat je hem ziet in de chat. En als je dan weer terug gaat dat je niet meer ziet. Maar dat snap ik nog niet. Dus heel misschien komt het later. Heb je hier verder. Heb je zo. En dan heb je hier weer. Weer een test voor command. En dan range 6. En dan zegt hij. Goed gedaan. Loop maar verder. En dan loop je hier gewoon verder. En dan heb je hier. Hier een stukje. Ik leg het nu een beetje uit. En dan ga ik dan om het begin maken aan de dingetjes. Dan heb je bedrock. Powert hem weer. Als je. En je doet dan. Test voor. En dan. Zo, als je erin zit, krijg je schiet op, eerst op doel links. Dat is een boog en dan krijg je er 1 van. En dan hier staan zijn arrows en dan krijg je er 20 van. En dan dus moet je schieten. Je kan ook bij rechts beginnen hoor. Je kan ook nog maken dat daar de blokken dan weggaan. Dat ze dan eerst nog dicht gaan. En als je hier dat je hem geraakt hebt, dat je. The future. Dat je in dit geval dit geraakt hebt. Oh nee, dat is bij de andere kant. Oh nee! Oké, ik ga even terug. En dan moet ik deze even weghalen. Of terugplaatsen. Dat is deze. En dat je dan, als je het hier doet. Als je deze dan goed geraakt hebt. Die gaat hij dan. En dan staat hij hier zo'n. Geeft hij power. En dan doet hij. Gaat door naar de rechterkant. Maar ik kan ook nog doen. Dat hij dan pas bij deze. Dat hij hier eerst nog blokken staan. Als je die dan geraakt hebt. Dat deze dan weggaan. Dat kan ik ook nog een keer doen. Even wat kijken. Moet even kijken. Oké, en dan heb je hier gewoon dit. En dan heb je hem het einde. Dan zegt hij gewoon goed gedaan. En dan getepeed. En dan word je hierin toe getepeed. En dan ga ik nu even de bocht om. Kijk, hoe ga ik dat doen? Want hier moet deze. En dan moet hier deze. Ik maak hem eentje langer. Hier moet dit. Maar hier kunnen dus ook dingen achterlaten die ik moet gaan bouwen. En er komt waarschijnlijk je naam erbij te staan. Denk het. Moet even kijken. Heb je hier deze. En hoe ga ik dat doen? Ik moet het slimmer doen. Denk ik. Deze. Het is trouwens. Die kan weg. Deze even hierbij zetten. Dat is makkelijker. Oké. Okay. Ghost Town. Maal. En dan deze. En dan. Dit. En trouwens over onze server. De server lag er. Denk 2 dagen uit. Ik was bezig met de update naar 1.7. Hij is nog steeds niet geüpdate. Naar 1.7.2. Omdat die er nog niet beschikbaar zijn, die updates. Maar toen was ik de map kwijt. En toen was de map gewoon verdwenen. En ik kon er ook niet meer in krijgen. Dus toen heb ik eventjes wat moeten kijken. En toen kreeg ik, hij zette nu weer in. Je werd niks kwijt. Het was gewoon het laatste moment. Ik denk misschien was het 3 minuten verschil zitten voor mij in. Ach, wat is 3 minuten eigenlijk helemaal niks. En ik moet het even beter. Ik moet deze hoek even veranderen. Ja, deze hoek. En 6 time set 1. Oké. Zo, en dan. Dit, want dan klopt het wel. Ja, top. Dan ga ik even een beginnetje maken aan een paar nieuwe onderdelen. En er komt ook weer ziekte bij staan. En ik heb de nieuwe kanaaltrailer gemaakt. Of de trailer of niet abonnees. Hij is weer geüpdate. Het is nu. Het was onze best bekeken video. Ik moet deze zo. Maar die heb ik opnieuw gemaakt, want het was eigenlijk gewoon een beetje slecht. Ja, kan ik zeggen, ja. Dat is wel maar het wel de meeste weergave. Want deze moet dus zo weg. Van allemaal 12.000, dat is echt superveel. En die heb ik al nieuw gemaakt. Die moet er nog geüpload worden. Dat is het enige. En daar zit een village. Oké, ik ga nog één zo'n dingetje verder maken. Zo. En dan ga ik een klein beginnetje maken. En dan ga ik weer afsluiten. Maar ik
record, dan ga ik een paar achter elkaar aan. Want dan hebben we weer een tijdje video's. En dan zullen daarnaast, als je iets achterlaat of ik moet bouwen, zullen die dan pas komen. Oké, deze zo. Oké, dank wel. Oké, en dan moet hier deze. En even denken, wat kan ik hier doen? Want hier hebben we een programma met een soort jump. Het wordt gewoon van alles door elkaar trouwens. Het is gewoon van alles. Nog wat. Dan kom je hier met dat boog gebeuren schieten. Dan word je getp'd en ik ben hier gefaald. En ik ben een beetje verkouden. Maar ik begin mijn stem kwijt te raken. Maar hier moet dan ook iets komen. Ik heb bij de vorige serie heb ik een doolhof gedaan. Doolhof, ja. En ik heb daar, even kijken, ik heb een hele grote lava gebeuren gemaakt. Ik heb het met zombies gedaan. Ik heb heel veel gyms gedaan. Ik ga denk ik iets ouderwets van mij maken. Maar dan ga ik hem op een moeilijkere versie maken. Ik weet niet of jullie nog kennen. Dat was met een pistons. Met daarop had ik voor mijn rapis azuri brokken staan. Iets. Ja. Want het was allemaal met stone bricks. En ik vind het trouwens best wel bijzonder dat er twee nieuwe soorten hout zijn. Ik vind het weer een beetje Minecraft, gewoon verneuken. Want nu vind ik het weer bijzonder en al dat dit. Het is wel handig voor bouwen, maar ik vind het wel een beetje weer dat het te veel wordt. En dat dit zou ik dan toch wel gewoon hierbij zetten. Want hier staat er ook achteraan, dat je hier dan ook het hout erbij hebt. Wat zou ik doen, als ik Mojang was. Maar, even kijken. Ik heb dingen nodig. Ik had daar trouwens alles met lapis lazuli gedaan. Waar zijn die nog gebleven? En ik kom voorbij. En met stone bricks. Maar ik ga eventjes pakken. Sticky pistons. Kijken. Oké, dan komt hier dus zo'n paal. En in dit geval wordt 2 breed. En dan zal ik eventjes eentje weg doen. Ik had ook nodig een sign. Maar voor signs moet je best wel naar beneden. Dat is wel jammer. Want je hebt ook weer al die paints en de carpets en dat soort dingen. Het is wel een beetje weer vol aan het raken. Maar oké. Mode. Normal. Denk ik. Mode. Oh nee. Wat doe ik? Nee. Druk niet. Dat wil niet werken. Normal. Oké. Moet ik hieronder. Even kijken. Oké. Dan gaan we hier zo een dingetje doen. Een systeempje, hoppertjes. Zo daar tegenaan. Zo. Daar doe ik dan een bedrockje in. Zo. Die moet ik dan bruin doen, want dat vind ik wel makkelijker. Zal hetzelfde is, dan doe ik hier deze comparator zo. Hier zo, doe ik hier een repeater. En dan pak ik hier eventjes een. Voor wat zou ik het doen? Een comparator heb ik nog niet meer nodig. Command block. Ofwel heb ik een. Oh, die heb ik wel. Ach, wat maakt dat. En dan test voor. Wow, wat druk ik niet echt. Test voor. Het A. En dan haakje. R is van range. Is 4 of 5. En dan moeten we hem langer maken. Trouwens, ik heb mijn comparator nog. Hier, en dan gaat hij aan. En nu gaat hij uit. Oké, top. Gaat hij eentje langer. Wordt hij hier gepowered. Wordt hij hier gaan dingetjes. En dan moet hij zeggen. Moet deze uit. En dan. Slash tel. Het. A. Wat zou ik doen? Hoe zou ik dat vertellen? Loop over de bewegende boeken. Ik kan het ook heel anders verwoorden, maar dit ga ik makkelijk. Oké. Dan gaan we het hier testen. Oh, wat? Oh, dat is die paal. I guess. Range moet wel 5 zijn. Range is 5.
Zie je? Oké. Okay. Of moet die range 6 zijn? Ja, het ziet hem wel. Oké, okay, top. Wat gaan we hier zo? Hoe ga ik dat laten doen? Deze kan weg. Dan moet ik eventjes een duidelijke soort... Ja, rood. Nee, rood. Zo. Want hieronder komen. Oké. Okay. Nee, er moet nog eentje dragen, I guess. Zo. Onder komt dit. En hierop komen deze. Sticky pistons. Omhoog. Oh, ik denk wel wat einde is trouwens bijna. Oké, okay, omhoog. En ik moet dan wel een stukje langer. Zo. Oké, okay, doe deze. Zo, zo, zo. En deze. Ook zo. Nog eentje of twee langer. Zo. Dan ga ik in de volgende episode ga ik het afmaken. Oké, okay, top. Dit is goed. En dan hier gaan we het zo doen. Zo. Dat je niet kan cheaten. En dan ga ik in de volgende episode verder. Dus ik bedank je voor het kijken. Vergeet niet te liken, te favoriten, te abonneren. Ons te volgen op Twitter, @BoomerGaming. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe episode van het maken van de Custom Map 2.0. Later.